boven altaar, zender. Het RTL Nieuws. Goedemorgen, het is 8 uur. Ik ben Jeroen Latijnhouwers. Welkom bij het RTL Ontbijtnieuws van vrijdag 26 februari. Elk jaar gaan zo'n 600 Nederlanders dood door onvoldoende zorg op intensive care afdelingen van ziekenhuizen. Dat zegt intensive care arts Voets vanochtend in Trouw. Volgens hem zijn er te weinig artsen en de artsen die beschikbaar zijn, zijn vaak onvoldoende opgeleid. Volgens de betrokken arts, werkzaam in het Schiedamse Schieland ziekenhuis, is de kwaliteit van 50% tot 60% van de intensive care afdelingen beneden de maat. Het is heel frustrerend om 's ochtends op de intensive care te komen en van een assistent te moeten horen dat mevrouw Jansen 's nachts op een onbewaakt moment is overleden. Toch gebeurt dat regelmatig. De arts baseert zijn schatting van 600 doden op 3 Amerikaanse onderzoeken die hij heeft vertaald naar de Nederlandse situatie. De Vereniging voor Intensive Care betwijfelt of die onderzoeken wel vertaald kunnen worden. Maar dat veel sterfte voorkomen kan worden, wordt door de voorzitter van de vereniging bevestigd. De VN-troepenmacht die de vrede bewaakt in Macedonië moet vertrekken. De Veiligheidsraad kon het vannacht niet eens worden over een verlenging van het mandaat. Tot woede van het Westen gebruikte China zijn vetorecht om de VN-macht weg te stemmen. De VN zit sinds 1992 in Macedonië, een van de republieken in het voormalig Joegoslavië. Ruim 1000 militairen, waaronder een groep Nederlanders, moeten voorkomen dat de conflicten in Bosnië en Kosovo overslaan naar Macedonië. Het mandaat voor de vredesmacht moet ieder half jaar worden verlengd door de Veiligheidsraad. Dat China nu dwars ligt, heeft waarschijnlijk maar weinig met de vredesmacht zelf te maken. China is boos op Macedonië, omdat dat land de onafhankelijkheid van Taiwan heeft erkend. Als officiële verklaring zegt China dat de vredesmacht niet meer nodig is. Intussen wordt naast de gezocht naar een oplossing. Mogelijk kan de troepenmacht alsnog blijven, maar dan onder het vlag van de NAVO of de OVSE. De spanning in het gebied loopt weer op doordat in Kosovo nieuwe gevechten zijn losgebarsten. Daarnaast zijn er berichten dat het Joegoslavische leger extra troepen samentrekt langs de grens met Kosovo. In Oostenrijk wordt nog altijd gezocht naar 5 vermisten, onder wie een Nederlands jongetje. En nu het licht wordt, komt ook de evacuatie van de gestrande vakantiegangers weer op gang. Gisteren werden 4.500 mensen in veiligheid gebracht. Grote Amerikaanse Black Hawk legerhelikopters helpen bij wat de grootste luchtbrug uit de Oostenrijkse geschiedenis is. Zo'n 6.000 mensen zitten nog steeds vast. De meeste willen zo snel mogelijk geëvacueerd worden. Een minderheid heeft besloten te blijven. De autoriteiten hebben gewaarschuwd voor mogelijk nieuwe lawines door de stijgende temperaturen. Plannen voor een tweede kindje? Zorg ervoor dat uw eerste kindje minimaal 1,5 is en liever niet ouder dan 2. Volgens een Amerikaans onderzoek onder zo'n 180.000 baby's is de kans op een probleemloze geboorte van uw tweede het grootst als het kind 18 of 23 maanden na de geboorte van de eerste verwekt is. Het grootste risico dat er tijdens de zwangerschap wat misgaat, lopen volgens de onderzoekers vrouwen die langer dan 2 jaar wachten voor ze aan een tweede beginnen. Scheepswerf Wilton Feyenoord wordt overgenomen door de IJsselvliet-combinatie. Vakbonden en ondernemingsraad hebben de overname goedgekeurd. De personeelsleden van Wilton waren eerst tegen de overname omdat ze bang waren dat de nieuwe eigenaar noodlijdende onderdelen failliet zou laten gaan. Maar dat is nu zo goed als onmogelijk gemaakt. Daarnaast krijgen alle medewerkers 3000 gulden van eigenaar Joep van der Nieuwenhuizen. De twee bedrijven hebben nog een paar weken nodig om de overname helemaal rond te maken. Gisteren werd hij schuldig bevonden aan moord. En vandaag is John William King veroordeeld tot de doodstraf wegens moord op een zwarte man. Hij sleepte hem aan een ketting achter zijn auto de dood in. King is sinds 1970 de eerste blanke die de doodstraf in de staat Texas krijgt. Voor de rechtbank hun steun aan King. Voor hen is hij een grote held. King heeft over zijn hele lichaam hakenkruizen getatoeëerd. Ook de radicale zwarte groep, de Black Panthers, liet van zich horen. De bewoners van het kleine Texaanse plaatsje zijn het met de uitspraak eens. I told them that I really appreciated them giving us the chance to get through this. And let justice be done, because you got to know when you've got a son, a father, a brother that is treated in the manner that Mr. Byrd was, it would be real easy
You want to take it all into your own hands. And thank goodness they didn't do that. And the system works. De jury kwam al na 3 uur tot de uitspraak. Ze waren het unaniem eens dat racisten als King een gevaar voor de samenleving zijn. Ze konden dan ook niet onder de doodstraf uit. No crime of this nature is acceptable in any situation. We look for ways to not have to do what we did today, and they were not there. This is not, you just can't have this. Society cannot accept this. Het kan nog wel enkele jaren duren voordat King echt tot de dood wordt gebracht. Hij heeft nog een aantal beroepsmogelijkheden. Dan kijken wij even in de landelijke ochtendbladen. Het AD meldt dat minister Netelenbos vindt dat haar collega Jorritsma het verkeer in gevaar brengt. Jorritsma wil meer tankstations bouwen langs de snelwegen om zo de concurrentie te bevorderen. Maar veel mensen gebruiken tankstations om sneller op te schieten in de file. Meer tankstations kunnen volgens Netelenbos dus meer gevaarlijke situaties opleveren. De Telegraaf schrijft dat president Clinton opnieuw wordt bedreigd met een schandaal. Toen hij gouverneur was van Arkansas, zou hij geweten hebben dat met HIV en hepatitis C besmet bloed van gevangenen uit zijn staat wereldwijd werd verkocht. Een deel daarvan werd verkocht aan 2000 Canadese hemofiliepatiënten. De helft van hen is inmiddels overleden. De andere patiënten willen de president voor de rechter slepen en 10 miljard schadevergoeding eisen. Het AD meldt verder dat de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, Borghouts, sabotage heeft gepleegd bij de benoeming van een nieuwe superprocureur-generaal. Minister Korthals had voor die functie Ad Geelhoed op het oog. Na een gesprek tussen de twee had Geelhoed ook zin in de baan. Maar Korthals hoogste ambtenaar, Borghouts, zorgde later in een zeer vinnig gesprek met Geelhoed voor dat hij weer van de functie afzag. Vorige maand werd voormalig landsadvocaat Wijkersloot de nieuwe super-PG. En WIS, natuur en scheikunde zijn niet meer zo populair bij leerlingen op de HAVO en het VWO. In de Volkskrant lezen we dat vooral onder jongens in het VWO de animo voor de beta-vakken afneemt. 4 jaar geleden koos nog 51% van de VWO-leerlingen wiskunde B. In 1998 was dat geslonken tot 43%. En dan het weer. Vandaag is het bewolkt met hier en daar wat regen. Vooral in het noorden, westen en midden van het land kan het af en toe licht regenen. Verder is het zacht en de temperaturen liggen rond de 8 graden. Dan de verkeersinformatie. Bij de verkeersinformatiedienst zit Theo Gerritsen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen. Op dit moment 8 files met een gezamenlijke lengte van 35 kilometer. We beginnen op de A2 richting Utrecht. Voor de linkerhoek bij Vianenstad 4 kilometer. Op de A8 voor de Koenterol 4. De A9 richting Amstelveen tussen het Rotterpolderplein en Battenverdorp 2. De A12 voor de Haagse.